Lisa, Silver Gold, hoe is dat verlopen? Ja, jammer genoeg maar één dag met Lopke. De rest van de week waaide het hard. We hadden van de artsen een windlimiet van 14 knopen gekregen. En daar gingen we eigenlijk al overheen vanaf dag 2. Maar gelukkig kon Anneloes van Veen een bemanning uit het talententeam invliegen. En wilde ze dat. En wilde ze de rest van de week met mij varen, zodat ik toch op het water kon zijn. Want waarom wil jij per se op het water zijn? Nou, je kan twee dingen doen. Je kan dan in een coachboot gaan zitten en de wedstrijden vanuit de coachboot bekijken. Of helemaal naar huis gaan en denken van, ik mis het even. Maar ik vind het belangrijk om toch de wind te voelen. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren een hoop gezien hier van de windpatronen. En door toch het water op te gaan, dan wel niet met je eigen bemanning, zorg ervoor dat je misschien toch nog dingen kan bevestigen of nog een keer kan zien. We hebben een paar andere windrichtingen gehad, waar we zelfs nog niet in hadden gevaren. Nou, als je dan toch op de startlijn bent en de baan rondvaart, dan kan je veel beter zien wat er gebeurt dan van buitenaf. Want het ging het nu echt vooral om de wind of had je ook nog wel een doel om het resultaat te behalen? Nee, zeker niet. Dat hadden Lop ken ik al niet. Dus laat staan dat Anneloes en ik dat hadden om hier iets van resultaat neer te zetten. Het was puur om op de baan te zijn en te voelen en te zien van dichtbij wat er gebeurt. Nog een klein weekje kregen we net te horen van Lopke en dan mag ze weer de duim een beetje belasten. Dat is natuurlijk wel fijn. Ja, zeker. Gelukkig het duurt geloof ik bij elkaar 3 weken om het te laten genezen. Dus... En alles wat we moeten kunnen straks op de Spelen, we hebben al het werk al gedaan. Dus we gaan lekker weer beginnen over een week. En we zitten over, het is het anderhalve week ook weer hier in Weymouth. We varen thuis nog wat op medemblik. En komt goed. Dus dit is nu een beetje de thuisbasis voor de komende weken voor jou? Ja, zeker. We hebben allebei ons kamertje ingericht in het huis. De warme jassen weer van stal gehaald, die we in Nederland al hadden opgeborgen. En dit is ons thuis. Mooi, nou succes in de komende periode en zet die campagne weer lekker voort. Dankjewel.